vroegste herinneringen, dan ga ik wel zo ver terug. Dan heb ik het nog over zondagochtend chocomel maken of soep maken. Want mijn ouders hadden vroeger de koek- en zoopietent die boven op de berg stond. Dus toen maakte mijn moeder de chocomel op zondagochtend. Toen begon ze om 9 uur dat klaar te maken. En dan werd er wel eens om 11 uur opgebeld van, of 12 uur. De voetbal is afgelast. Ik weet nog zo goed, Jan, dat ik bij jou, toen speelde jij ook nog het eerste. En ik was een jaar of 17 geloof ik. Ik van de junioren, mocht ik een keer meedoen met Geert Pebersma. Ja. En dan was jij moest de list voetballen. Toernooi was dat ook. En dan zou Jan, ik zou dat altijd... Jan was natuurlijk een voorbeeld voor mij. Nou, dat is prachtig, man. Dat is samen voetballen, weet je wel. Dan denk je, ja, dat zijn toch prachtige tijden. Van Nispe is voor mij een stuk ontspanning. Het is bijna hetzelfde als stappen, maar dan anders. Ja, dat heb ik echt. Ik vind Van Nispe is voor mij echt een uitje. Even alle beslommeringen van thuis daar laten en lekker naar de voetbal, lekker langs de lijn met je kop in de wind. Heerlijk. Vind ik echt lekker. Ja, wat is Van Nispe voor mij? Ik denk dat het ondertussen al een deel uitmaakt van je leven. Het is jouw vak. Bijna. Het is jouw beroep geworden. Ik heb er geen baan meer bij. Ik heb geen tijd meer. Hey joh! Wat is dat? Dat is allemaal nu heen. Centraal, raad, John. Kom maar. Ja, de groep moet gretig zijn, is het ook wel. Maar heb voor mij een beetje last van een druk en andere dingetjes die nu mee gaan spelen. En dat moet ze kijken hoe ze ermee omgaan. En dat moet je in de wedstrijden zelf bekijken, hoe dat gaat lopen. Ja, het eerste elftal van iedere vereniging, ik denk dat wij daar geen uitzondering op zijn, is het belangrijkste elftal. Niet omdat de andere elftallen zo onbelangrijk zijn verder, maar het eerste elftal bepaalt hoeveel geld er binnenkomt aan sponsorgeld, hoeveel mensen er komen kijken, hoe groot de kans is dat je ambitie waar kan maken. Als daar veel mensen enthousiast over raken, ja, dan kun je die doelstelling veel eerder bereiken dan dat je eerste elftal een beetje onderin die competitie hangt. De basis is een goede selectie. Dus een goede balans in de selectie, goede spelers. En er zijn natuurlijk altijd jongens die doorkomen vanuit de eigen jeugd. Of mensen die eventueel van buitenaf bij Van Nispe willen komen voetballen. En daar een goede afweging maken wie past er goed in onze selectie. Dus dat in orde is. En daarbij natuurlijk de goede trainers erbij vinden. Goede trainers, leiders, verzorgers. Nou, ik ben sinds... 1999 ben ik hier gekomen. Toen werden we gelijk kampioen. Dat was natuurlijk voor mij iets speciaals natuurlijk. Met een geweldig elftal. Dat was echt een saamhorig elftal. Zo'n elftal heb ik nog niet gehad als in die periode. Wij hebben er ook met medewerking onder andere van Kanaal 7 en andere media, Buizenpers en de Damiatenpers, toch wel voldoende publiciteit aan mogen geven. Er speelden afgelopen zaterdag op het veld van Nispe in de Zilk veel spelers van weleer. De spelers van Nispe waren best tevreden over de stand van 3-5 in de rust. Ja, ik bedoel, we hebben geloof ik 20 man of zo, dus komt straks de tweede helft komt het er weer uit, absoluut. En ze spelen allemaal, Bram? Allemaal spelers. Jongens, lopen! In je doel! Afwachten! Jongens, pak die bal op! Stop, stop, stop! Thank you.
denk de saamhorigheid onder elkaar. Gewoon dat je met z'n allen toch zorgt dat zo'n club kan draaien. En het maakt niet uit, dat is kantinedienst, dat is de veldbeheer, dat is de bestuur. Gewoon dat je met elkaar dat draaiende kan houden. Ja, wij zijn wel niet zo groot. De meeste hieromheen zijn wat groter en hier zijn we klein. Dus het voordeel daarvan is dat we het kneuterige, gezellig, het weten van elkaar waar je mee bezig bent. De laatste medewerkers aan, ik geloof dat er meer dan 100 mensen waren. Dan proef je ook die sfeer, die spontaniteit van iedereen die moeiteloos met elkaar omgaat. En dat kenmerkt eigenlijk de club. In de zomer, dan moet je bijvoorbeeld, het staat een gras hoger, dus dan moet je hem even anders aftellen. Dan moet je wel rekening mee houden, ja. Dan moet je echt goed concentreren en ja, dan valt het niet altijd mee om hem te krijgen zoals je zelf zou willen. Ik vergader wat af zo door het jaar heen, maar het geeft wel meer voldoening als alles op rolletjes loopt. En we hebben ook een hele goede groep als bestuur. We zijn maar met z'n zessen plus dan onze notulisten, maar met deze groep die wij hebben, nou, daar kunnen we de oorlog wel mee winnen. Nou, hier staan we in de ruimte waarin ik het archief van Van Nispen bewaar. Deze kast met ordners, daar zit behalve de eerste jaren, vanaf 1960 ongeveer, per jaargang één ordner met allerlei papieren. Van de eerste jaren is niet zo gek veel bekend. Er werden nooit notulen gemaakt van vergaderingen. Er kwamen nooit verslagen van in de kranten staan. En als er wat in stond, dan stond er van, er is een vergadering geweest. En de vragen werden naar behoren beantwoord. En wat voor vragen dat geweest zijn, ja, dat is nu nog steeds de vraag. Van Nispen is een van de weinige of laatste verenigingen die nog een boekje heeft wat je vast kan houden en kan lezen. En niet achter een computer. Ik denk dat ik een van de eerste was die in Nederland als vrouw bij de voetbal, als jeugdleider wat deed. Nee, ik doe iedere week inkoop. Want we hebben niet zo gek veel ruimte, dus het moet een beetje aanvullend zijn, zeg maar. En de ene week is dat inderdaad meer dan de andere week, maar dat is eigenlijk een soort automatisme geworden. Wij zijn samen het wedstrijdsecretariaat. Ik ben de wedstrijdsecretaris junior en de wedstrijdcoördinator. En ik ben de wedstrijdsecretaris senior en regel dus alle randverschijnselen rondom de wedstrijd. De hele zaterdag wordt het hier gehaald en gebracht. En dat pak ik tas voor tas. En dan tot en met de C-junioren kan het in één trommel, vanaf de zee gaat het in twee trommels. En dan krijgen de mannen een lekker geurtje erbij, want die voor was hier meurt als een griek. Dan kijken wij eerst even bij de wedstrijd Altjoor Van Nispen, Aad Witteman. Ja, Van Nispen had natuurlijk weer moeten scoren. Een goed schot van Patrick de Koning werd weer goed gekiept van de meeste klap alweer opgevangen. Van Nispen die trekt het spelletje weer naartoe. Radjo Westijn, die
kan er net niet bij. Die gaf een goed schot en weer die keeper. Alert erbij. Die gozer staat echt de wereldpartij, de keeper. Ik denk dat zijn wedstrijd er wel op zit hoor. 89 minuten gespeeld. Nog steeds 2-0 in het voordeel van Vanispe. Het leukste vind ik eigenlijk om te zorgen dat alles geolied loopt. Ja. Dat alles goed geregeld is. Ja, dat het gewoon klopt. Dat je op zaterdag gaat beginnen met de voetbal en dat je nergens meer tegenaan loopt. Dat is wel natuurlijk heel prettig. Iedereen doet zijn best op zijn manier en ik doe het op mijn manier. En ik hoop dat ik een goede bijdrage lever aan deze club tot nog toe. Zoals we nu gaan, zouden we het nog een hele tijd vol kunnen houden volgens mij. Natuurlijk is het belangrijkste toch dat die sociale ontmoetingsplaats. Die kantine, er komen ook mensen die eigenlijk niks voor voetbal geven. En die ruimte die geven we ze graag. En die derde helft blijft toch wel heel belangrijk. Tuurlijk voetbal om te winnen. Maar het is hier voorop staat toch eigenlijk wel gewoon het leuke van het voetballen en de gezelligheid. Dat staat wel voorop. Maar als je het wel staat, wil je winnen. Het is hier altijd een... Komen en gaan van spelers, ook een hoop jongens komen gewoon voor de gezelligheid. Om even een bakje te doen of een praatje te maken. Het gaat vooral om de gezelligheid hier ook. En natuurlijk wel de professionaliteit tijdens de behandeling. Nou, het draait meer om de gezelligheid bij Vanispe. Het voetballen hoort er natuurlijk bij. En als je in de selectie zit, wordt er ook nog wel een prestatie van je verwacht. Maar echt bij de jeugd voetballen de meesten toch wel voor de gezelligheid. Nee, ik zou niet zonder Vanispe kunnen. Nee. Maar alle twee jongens voetballen daar? Nee. Ja. Ik vind, je blijft deel uitmaken van de gemeenschap. Dus al 15 jaar spelen we allemaal hetzelfde nu. Als ik dat nu zie, dan ben ik daar gewoon wel trots op. En als ik van de kleinste tot de oudste iedereen in hetzelfde pakje zie, met dezelfde kleuren, allemaal netjes gewassen. Ik vind dat ook wel hoort bij een voetbalclub, dat je netjes voor de dag komt. Niet alleen qua kleding, maar natuurlijk ook qua gedrag. Het geheim achter een succesvol voetbalteam is eigenlijk wel dat ze goed met elkaar overweg kunnen. Dat er saamhorigheid is. Ze wat voor elkaar over hebben en voor elkaar klaarstaan en elkaar niet afvallen. Het succes achter het grote goed. Een goede begeleiding en een hoop sfeer en gezelligheid. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen. En de rest komt vanzelf. Nou, ten eerste een goede trainingsweek achter de rug hebben en dan vooral een goede warming up. En dan elkaar opheppen. En een goede speech van de trainer en dan komt de rest vanzelf. Ja, nou, gewoon met 11 man zorgen dat je wil winnen. Dan heb je een goed 11-man. Ik durf wel te zeggen dat ik echt een Vanispe hart heb en dat ik nooit ergens anders voor ga worden. Ik ben tevreden hier. Mijn clubje.
De wekker vroeg al af en ik lag er pas net in. Maar hoe laat het gisteren was, ben al klaar voor het begin. Ruik de geur van gemaaid gras en zie de lijnen eromheen. Het komt tot stand door al die mensen, zoveel vroeger op de been. En terwijl je op het veld loopt, zie je vrienden staan al klaar. Voetballers, supporters, zoveel mensen met elkaar. Hier zijn we kampioenen, zonder altijd te hoeven staan in de lijsten bovenaan. En wordt het niet bewezen, tussen de lijnen in het veld, wie ons nog in derde helft, waar gezelligheid nog telt. De scheidsrechter blaast nu af en de eerste helft is klaar. En de kleedkamer die loont, je steekt de koppen bij elkaar. Al sta je met z'n elven, je bent met zoveel meer. Vrijwilligers, de helden, staan elke week hier. Zijn we kampioenen, zonder altijd te hoeven staan in de lijsten bovenaan. En wordt het niet bewezen, tussen de lijnen in het veld, wie ons nog in derde helft, waar gezelligheid nog telt. Met al zijn mensen, saamhorigheid één team. Met z'n allen achter één doel, laat ze dat maar zien. Hier zijn we